Een hele goede morgen. Mijn grote broer en ik hebben vannacht heel erg zitten spoken. Maar ik had geen koorts hoor. Nee, dat had ik niet. Nee. En nou is mijn grote broer met papa naar het ziekenhuis voor het testen van zijn oortjes. Want dat moet gebeuren. Omdat hij buisjes heeft. En eerst heel slecht horend was. Nou moeten we eventjes testen. Maar ik mocht niet mee. En mama ook niet. Want er mag maar één papa of mama mee. Ja. Anders was ik ook meegegaan. Dan had ik gekeken of dat hij goed hoorde. Ja. Nielsje is vanochtend al op tijd op pad gegaan. Die is nu, ik denk, half uur, drie kwartier weg. En die is dus met Jordi even naar het Radboud. Want die had controle aan de oren voor Jordi. Tot de buisjes er nog in zitten of dat hij goed hoort en alles. Dus ja, die controle heeft hij nu. En zo dadelijk komt mijn mamsie. Dat is mijn kroegmama. Daar ga ik eventjes de nagels van doen. Zou ik eigenlijk maandag hebben gedaan, maar toen ging het niet helemaal goed hier met de stroom. Dus toen kon ik het niet doen. Dus, maar ja, ik ga heel eventjes alles klaarzetten. En dan komt ze zo. Goedemorgen. Wij zijn nu bij het Radboud. En Jordi? Hallo. We moeten daar door de controlepost heen. Dan kunnen we naar de afspraak. Ik moet even inloggen. Dan kan ik ons aanmelden. En ja, we zijn gelukkig op tijd. Door de corona is alles op de snelweg. Kun je zo doorrijden. Niet één keer over hem op de snelweg. Dus dan ga ik even door de controlepost heen met Jordi. Oh yeah. Mijn bonen! Ik wil bonen! Ja! Bonen! Nee, je bent ik heb straks niet meer gefilmd, alleen net nog toen Liam zo aan het lachen was. Ik heb de nagels gedaan, we hebben gegeten. Niels is met Jordi thuisgekomen en die was in een pestbui. Maar hij heeft al een paar dagen dat hij niet zo goed poept en dat hij buikpijn heeft. Dus het kan zijn dat we vandaag moeten gaan spoelen. Maar hij slaapt nu nog en ik heb ook eventjes geslapen, ik ben net wakker. Dus ja. Want ze hebben vannacht ook geklooid en ik was zo moe. Dus Niels zei, ga maar even slapen. En ik heb net een melktandje van Joef uit haar mond gehaald. Die zat los. Ik denk, dan heb ik een melktandje. Zo schattig. Jordi zijn gehoor. Hij heeft niet goed aan testen meegewerkt. Dus ze konden het niet goed controleren. De buisjes hebben ze wel gezien. Eentje weten ze zeker dat hij erin zit en de ander weten ze niet helemaal zeker? Eentje weet ze zeker dat hij goed zit. En de andere die zag er goed, op het oog goed uit. Oké, nou, dus dat is eigenlijk een beetje wat er is. Maar als hij weer voor botox moet, dan moeten we het melden. En dan gaan ze ook in zijn oren kijken. Dus ja, komt goed. We hebben Jordi net gespoeld. Nu krijgt hij van mama zijn eten. Hij bleef zijn buikpijn maar houden en poepen oma. Dus nou 2 dagen geleden dat hij flink gepoept heeft. Dus hebben we hem gespoeld. Dan doe je eigenlijk zeg maar een soort water in zijn, met een slang in zijn achterste. En dan spoel je eigenlijk zijn darm een beetje door. We merken dat dat verlichting geeft. We zijn bang dat de botox is uitgewerkt, toch mama? Ja. Nou krijgt Jordi een keer staan te eten. En kan hij lekker een filmpje kijken, want dan heeft hij wel afleiding. Het heeft nou zwaar zat gehad. Dus wij gaan daar ook lekker eten.
Liam heeft net zijn dingetje al op. Mama is in de tussentijd aan het knoeien. Ja, dat moet ook gebeuren, knoeien. Ik heb wel het eten van Jordi helemaal gemalen nu. Zodat als er toch een verstopping zou kunnen zitten, dat het niet daaraan ligt. Dat hij in ieder geval zijn voeding goed binnenkrijgt en dat het goed doorloopt. Dat zijn lichaampje daar niet zoveel voor hoeft te doen. Mm-hmm. Jordi. Nu is lekker een uiltje aan het ondersmeren. Ja, die kan in de was als nodig is. Ik heb liever dat mijn kind nergens last van heeft als dat. Maar ondanks dat hij buikpijn heeft, doet hij altijd wel goed eten, hè, mama? Ja, tenzij hij helemaal vol zat en dat was straks het geval. Ja, maar dan nog probeert hij zo goed mogelijk te eten. Klopt. Thuis. Dan krijgt Jordi lekker zijn flesje en dan gaat hij zo naar bed. Lekker met papa drinken. Hij gaat nu ook iets later naar bed als normaal. Maar hij had ons toch niet geslapen. Iemand is hier een beetje moe. Heb je veel gewandeld, Joef? Hij ligt zo lekker te tuttelen. Ze heeft lekker meegewandeld en gedaan. En nou is ze moe. Ja, hè? Dat is onze Joef de Boef, hè? Met je poepstappers. Ik denk dat ze denkt bij de eigen, of je komt knuffelen, of je laat me met rust. Kindjes, die liggen in ieder geval in bed. Dit had Jordi nog gedaan. Nee, die is niet van jou. Die slapen lekker. Gelukkig heeft het bij Jordi wel gewerkt dat we hem gespoeld hebben. Dus hij is een stukje rustiger, maar zijn buik is nog wel steeds opgezet. Dus dat moeten we echt in de gaten houden. Maar ja, ik ga eventjes de dagelijkse dingen hier opruimen. En dan is er weer bijna tijd voor ons om ons nestje in te gaan. Is de dag weer voorbij. Een hele goede morgen. Wij hadden vanochtend een... Luier. Ja, jullie hadden poepie gedaan. Zijn buik is ook wel wat dunner nu, moet ik zeggen. Ja, gewoon normaal. Ja. Ja, nou zie je dat niet meer als hij ligt. Ja. Oh, ben je met je broertje aan het spelen? Een beetje stiekem. Pas je op voor je broertje? Zeg maar nee, ik doe lekker mijn eigen zin. Ik doe lekker speelgoed afpakken van Lily. Zo, kijk. Aan Liam geven. Joef! Jordi, kijk eens. Zo aan Liam geven. Kijk. En hij is ook een stuk vrolijker. Hij gaat nou op mijn knie liggen om een beetje druk op zijn buik te zetten, om een scheetje te laten. En speelgoed afpakken. Maar Liam geven. Kijk eens. Liam geven zo. Zakjes. Kijk, Liam gelijk buikmassage. Nu al ruzie maken. We zijn daarin heel erg opgelucht dat hij toch
een poepbroek heeft gehad. Nu is het natuurlijk afwachten hoe dat de rest van de dagen nog gaat verlopen. Of dat hij toch nog poept of dat we hem toch nog moeten helpen. Dus we gaan het even afwachten. Maar voor nu zijn we in ieder geval even opgelucht. Blij, blij, blij. Op jullie tempelletje allebei. Tweemaal in de hoogte. Tweemaal in jullie de zij. Zo waren de scheepjes voorbij. Ei, ei. Nou, we hebben een nieuw hondje. Zo te zien. Lukt het, Jordi? Ja, het is niet zo lekker daar, hè? Joep, in je bench. Die gaat er toch niet in, hè? Kom er eens uit, Jordi. Jordi, kom eruit. Ben je aan het doen? Nee, je mag er niet in. Ga je blaffen dan? Niels is met Jordi naar de optometrist geweest. En ze hebben zijn ogen getest met druppels erin. En de sterkte was hetzelfde als de vorige test. En nu hebben we een nieuwe bril voor hem besteld. Ja. En Liam heeft net zijn fles op. Die bril. Dat wordt een andere Miraflex bril. Andere kleur ook. Andere kleur ook. Het brilletje is gewoon op. En ja, de glazen zijn op. Dus. Het is wel een goede reservebril nog. Ja, dat wel. Dus die bewaren we dan ook nog. Stel dat hij eigenlijk in de zandbak of zo gaat speulen, dan kent hij die mooi op. Maar ik heb eventjes de opticien gebeld waar wij de vorige Miraflex bril ook hebben gehaald. En die hebben hem gelijk even besteld. En met een paar dagen kunnen we hem ophalen als het goed is. Zei ik bel jullie of ik krijg een berichtje. Dus ja. En dan ga ik daar met Jordi en Liam even blikjes drinken halen. Ja, hier bij de Groenrijk. Ja. Hebben ze altijd bepaalde hoeveelheid blikjes drinken voor een bepaalde prijs. Een tuincentrum is dat. Ja. En dan ga je ook kijken voor Joef. Ja, voor een nieuwe riem. Ja. Gaat Joef ook mee dan? Nee, Joef gaat niet mee. Je zit er zo samen met de blote buiken. Ja. Daar zit er nog één. Nog één. Je zit lekker filmpje te kijken. En dan gaan we zo een tuinbadje doen, hè? Ja, gaan we met jou zo lekker een tuinbad doen. Ja, dat is lekker, hè? Ja, dat is lekker. Wisselen. Je hebt geen voortanden meer. En dan moet ik een gebit aan het schaffen voor jou. Oeh, moet ik een gebitje aan het schaffen voor jou. Het zou wel zijn, hè, als het echt zo moet, een gebit voor jou aanschaffen. Jordi ligt al op bed. Liam krijgt nu de fles van Niels. En ze zijn lekker allebei gepadderd. Dus Jordi heeft tussendoor ook nog wel gepoept en alles. Het is vrij waterig. Dus dat betekent dat in principe zo'n ontlasting dun genoeg is. Maar ja, het is gewoon, het is en blijft even afwachten. Maar hij heeft vanochtend wel flinke poepluiers gehad. Weliswaar dun, maar hij heeft ze wel gehad. Dus ik denk dat de verstopping, als die er al gezeten heeft, dat die een heel eind is opgelost. Maar ja. Ik denk eerder gewoon echt tot de botox is uitgewerkt. Maar we gaan het gewoon even doen.
Lang zal die leven, lang zal die leven. Joefie wil ook mee zingen. Ja, Joefie wil ook mee zingen, maar Joefie zit vast, want het is nog een beetje nat hier. Ik had een beetje gestofzuigd en gedweld. Oh nee, je had gestofzuigd, ik had gedweld. Maar waarom dat ik net zong? Hij is jarig! Dus vanaf nu ga ik 24 jaar niks doen. Hey, hoeveel jaar ben je geworden? Ja, ik kan het niet omdraaien. Nee, niet meer, nee. En het zijn alleen maar drie, hè? Ja, hij is 33 geworden, hè? Oude sok. Ja, voor mij is hij een oude sok, want hij is altijd iets ouder dan mij. Gefeliciteerd, schat. Een paar maandjes en dan is ze ook 33, dus... Ja, maar daar denk ik nou nog niet aan. Maar wij gaan deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Tot de volgende keer.